Hij kan het dus raak zo kilvol, verkoud en versnieuw. Dan kan het dan. Hij zei immer over zijn vrouw. Hij veel zetel huis op van Dizzy, hij verkoopt weer van Dizzy praat, denk ik wel. Verkoop zijn huis, hij verkoopt alles. Hij zei nou, hij is persoonlijk goed in die karners maak. Een sneeuw slee op die kaarsenbonnet het vast. En dan rij ons. Tot waar iemand van ons vraagt. Wat ze ding ze die? Dan weet ons zaken ons blij. Toen er nog een rijden met de hele wereld, oorlogs, en toen later natuurlijk naar Zuid-Afrika en komen daar bij Tim William en daar vragen om in die straat. Toen die Canadezen daar iets wel kopen. Om wat ze dingen zijn hier, of wanneer wat ze dingen zijn hier op die. Toen zei ze vrouw hier blij ons. Toen er daar in die omgeving dan een plaatsje gekocht. Klinkt zo'n klein plaatsje, maar tussen die Bouwjanen. O jongens, Bouwjanen. 9 jaar lekker daar gebleven. Maar hij kon dan gewoon met zijn vrienden en zijn familie nou aan de kant in Canada. En zo kom keer in toe, nou later maar om hem te verrassen, dat weet ik niks. Hij komt uit in die kaap en nou hier karren, nou af naar William toe. En hij komt daar en hij rijdt op die aanwijzingen en hij komt bij die hek van die aas en niks. Die kale is hier staan. Toen gaan hij bij die plaats net langzaam en hij vraagt wie heeft die langzaam gebleven? Of heeft die mens? Ja, zei die boer van man, dat is een Canadees wat nu hier 9 jaar gebleven. Lekker gebleven. Goeie mensen, was goede bieren. Hij zei, maar kan je verstaan, je morgen net die van Dizzy gauw. En ik zie die lijn net dat ze kleren heen, die vrouw in die kar. En toen maken we Bojan op die kaarsenbonnet vast. En toen zei